the lion and footprint. Home and egg have the black duster. We weten perfect wat wij doen en zeggen een goed plan is. We weten dus ook dat we enkel van fouten maken iets kunnen leren. Want alles wat al lukt is enkel een bevestiging van wat we al weten en kunnen. Wat niet lukt, valt nog te leren. Ook al denken we, ik kan het niet. Ik kan is te willen of te leren. Waar een wil is, is een weg. Zou je vandaag niet staan? Als jullie mama's en papa's geen liefde voor elkaar hadden. Besef dat ieder van ons wat van een kind is. Jullie kunnen veel van ons leren. Probeer maar. Welke godsdienst je ook volgt, we zitten hier allemaal samen vandaag. Respect voor iedereen en dat begint met respect voor jezelf, zodat je licht bent en blijft. Kijk maar, luister, doe met ons mee. Er zit een klein lichtje heel diep in mijn hart. Er zit een klein lichtje heel diep in mijn hart. Het hart zal ik volgen overal waar ik ga. Naar mijn hart zal ik horen, wie doet me dat na? Doe me na, doe me na. Er zit een klein lichtje heel diep in mijn hart. Er zit een klein lichtje heel diep in mijn hart. Mijn hart zal ik volgen overal waar ik ga. Naar mijn hart zal ik horen, wie doet me dat na? Er zit een klein lichtje heel diep in mijn hart. Er zit een klein lichtje heel diep in mijn hart. Mijn hart zal ik volgen overal waar ik ga. Naar mijn hart zal ik horen, wie doet mij dat na? Vele van deze kleuters wonen met mama en papa onder hetzelfde dak. Enkelen hebben mama in één huis en papa in een ander huis. Niemand weet wat de toekomst voor ons in petto heeft. Het is allemaal oké. Zolang jullie ouders maar blijven beseffen dat jullie kleuter vanuit de liefde tussen een mama en een papa is ontstaan. De liefde tussen de ouders kan veranderen, maar het kind zal het altijd zijn. Kinderen hoeven niet als schaar gebruikt te worden. Het blijft een kind gemaakt uit twee ouders. Kinderen zullen alles doen om gelukkige ouders te hebben. Ook al lijkt het vanuit hun gedrag vaak niet zo, toch is dit waar een kind mee bezig is. Ieder kind wil een gelukkige ouder. Wij zijn allemaal volwassenen die vanuit een aantal, vaak lastige kindstukken, het beter of anders willen doen. Kinderen weten onze knopjes zitten. Of we dat nu willen of niet. Kinderen zien het als hun taak om de volwassenen gelukkig te maken. Maar het is belangrijk dat elk kind ook leert om van zichzelf te houden. Liefde heeft voor zichzelf, zodat het de juiste keuzes kan maken. Respect voor hun creators. Een liefde voor mama en papa zal er altijd zijn. Ooit gaf papa jou een zaadje, daar maakte jij wel lekker mee. Elke dag werd ik wat groter en ook je buik die groeide mee. 9 maanden bleef ik zitten tot ik er echt wel klaar voor was. Dan kwam ik even piepen van weten wie mijn mama was. Liefste mama, ik hou toch zoveel van jou. Weet je, voor mij ben je echt een supervrouw. Dankjewel voor alle dingen die je met en voor me doet.
ben zo fier op jou, je doet het supergoed. En nu ben ik al wat groter, kijk naar de kleuterschool. Daar kan ik van alles leren, dan maak ik pakjes voor mijn idool. En ik leer er ook hoe ik lief kan zijn met vriendjes om me heen. Veel te vertellen aan mijn mama, maar daar is ze al meteen. Liefste mama, ik hou toch zoveel van jou. Weet je, voor me ben je echt een supervrouw. Dankjewel voor alle dingen die je met en voor me doet. Ben zo fier op jou, je doet het supergoed. Dankjewel voor alle dingen die je met en voor me doet. Ben zo fier op jou, je doet het supergoed. Papa deed ook een duit in het zakje. Of het papa jouw zaadje. En dan maakte hij weer een liedje mee. Tijd voor bloemkolen en ooievaars is voorbij. We hebben ook onze papa's brood nodig. Jullie
voorbeeld voor ons zijn. Want wij, kinderen, zijn jullie kopieermachines. Verlang niet van ons wat je zelf niet kan. Te ontwikkelen om een prachtig mens in deze wereld te zijn. Een mens die een verschil kan maken. Een mens die een kind kan blijven met zichzelf. Met zichzelf. Een schat. Een kist vol waardevolle schatten. Waar nog veel van mag ontdekt worden. Jouw kind is werkelijk goud waard. Jullie kind ontvangt zo dadelijk een gouden schatkist. Waar onder andere het diploma's in zit. Als symbolen steken voor definitief afsluiten van het kleuter zijn. Het jonge kind is dan geboren. En na de vakantie is het dan zover. Het eerste leerjaar! Juffen van het eerste, hou je klaar, want ze komen eraan. Kijk, zie mij hier nu staan. Ik ben een heel stuk groter. Ik was echt nog heel klein toen. Voor het eerst naar de school kwam. Ik heb hier zoveel geleerd. In veiligheid kon ik groeien. Nu ben ik echt aan het bloeien als een bloem die nooit vergaat. Het is voorbij, toch ben ik zo ontzettend blij. Kleuter zijn is voortaan, voorgoed gedaan. Ik kijk vooruit, ik wil nu verder gaan. Maar voor ik nu die stap zet,
altijd, als ik dit altijd, maak ik steeds goede keuzes. Een wereld gaat voor me open om perfect mezelf te zijn. Het is voorbij, toch ben ik zo ontzettend blij. Kleuter zijn is voortaan voor goed gedaan. Ik wil nu verder gaan. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Een nieuwe stap is dit voor mij. Nu ben ik echt wel klaar voor het eerste jaar. Je van het eerste zet je schrap. Ik kom maar aan. Komt een nieuwe schrift. De juf gaat mij zoveel leren. Dan kan ik alles lezen, schrijven, tellen wat ik wil. Het gaat daar ook heel leuk zijn. Een klas vol met nieuwe vriendjes. Een sprong in een nieuwe wereld en een avontuur. Het is voorbij, toch ben ik zo ontzettend blij. Kleuter zijn is voortaan voor goed gedaan. Ik wil nu verder gaan. Ik ben zo blij. Een nieuwe stap is dit voor mij. Nu ben je van het eerste zet je schrap, ik kom eraan. Je van het eerste zet je schrap, je van het eerste zet je schrap, je van het eerste zet je schrap, ik kom eraan. En ja, zoals we daarnet al in het lied zongen, gaan we eerst nog op vakantie. Misschien met de fiets. Misschien met de helikopter. Met de trottinet. Misschien met de trein. Misschien met de tram. Ah, misschien met de step. Misschien wel met een vliegtuig. Met een vliegtuig. Of de auto. Of een autobus. Ja, leuk. Geniet van jullie vakantie. Ik zie een vliegtuig, hoog in de lucht. Ik zie een vliegtuig. Kijk daar! Ik zie een vliegtuig, hoog in de lucht. Ik zie een vliegtuig. Hey piloot, ik wil met jou vliegen. Hey piloot, ik wil met je mee. Hey piloot, kom me dan maar halen. Hey piloot, ik wil met je mee. Ik zie een vliegtuig, hoog in de lucht. Ik zie een vliegtuig. Kijk daar! Ik zie een vliegtuig, hoog in de lucht. Ik zie een vliegtuig. Hey piloot, ik wil met jou vliegen. Hey piloot, ik wil met je mee. Hey piloot, kom me dan maar halen. Hey piloot, ik wil met je mee. Ik zie een vliegtuig. Ik zie een vliegtuig. Ik zie een vliegtuig. Thank you.
dan is het eindelijk zover, Josje. Jullie gaan de sprong maken naar het eerste leerjaar. Ja, en dat doen we op een heel speciale manier. De juffen van het eerste die gaan klaarstaan om jullie te begeleiden in deze sprong. Van zodra jij straks jouw naam hoort, dan kom je naar voren. Dan mag je een hand geven aan juf Joyce en juf Kathleen. Dan spring je de kleuterschool uit. En de lagere school in. Naar meester I. Ja, juffje. De kindjes kunnen helemaal nog niet springen. Maar ze zijn er toch klaar voor, juffje? Ja, ze zijn er klaar voor, maar ze moeten hun hoedje eerst nog in de lucht gooien. Juist. Oeps, waren we rats vergeten. Dat gaan we eerst doen.